Ja, voorzitter, ik schrik nog wel een beetje. Omdat hier de minister aangeeft dat het CFT in de meedenkstand soms staat. En volgens mij hebben wij harde afspraken in de Rijkswet Financieel Toezicht, waaraan begrotingen moeten voldoen. En zo simpel is het. En dat geldt zelden voor Aruba. Er is een Witte Donderdagakkoord. Moet daar gewoon aan voldoen. Ik kan mij voorstellen dat als er in de toekomst, waarbij er een moment ontstaat, waarbij je zegt, hé, er is langdurig en zorgvuldig toch een beweging de goede kant op, dat niet het CAFT die beslissing neemt, want die moet zich houden aan die strenge normen binnen de afgesproken wetten, maar dat het verzoek aan de Kamer komt, zoals mevrouw van Torenburg het ook zegt, om hier het verzoek te doen. Want nogmaals, als we nu het CAFT de beschikking geven om discretionair een oordeel te vellen over, nou, u gaat de goede kant op, dat is niet de taak van het CAFT en ik wil graag dat bevestigd worden van de minister. De minister. Ik bevestig dat het CAFT daar niet over besluit. Die adviseert aan de Rijksministerraad en u kunt mij hier ter verantwoording roepen voor de besluiten die in de Rijksministerraad worden genomen. En men heeft een, laten we zeggen, een venster van duiding waarover we wel eerder ook met elkaar van gedachten gewisseld hebben. Ik weet dat de heer Bosman daar naar de, hangt naar de kant van dat er zo min mogelijk moet worden afgeweken van buitengewoon strenge en strakke criteria en die signalen die geef ik dan ook door aan de mensen van het CFT. Ik moet zeggen, ik heb het grootste vertrouwen in wat men daar doet. Men wijst ook regelmatig plannen af, bekritiseert ze, zegt dat ze verbeterd moeten worden. We hebben het onlangs bij Sint Maarten nog gezien. Dus dat is een strenge toezichthouder, maar ook een die de omstandigheden goed verdisconteert in het oordeel. De heer Bosman. Maar dat is niet de bedoeling, want de verdiscontering ontstaat er een black box, waaruit uiteindelijk zometeen een oordeel komt, zegt de lening is toegestaan tegen een rentetarief van Nederland waarmee die bij ons op de begroting komt. En dat is niet de afspraak. De afspraak is, ze voldoen of ze voldoen niet. En als ze niet voldoen, kunnen ze altijd nog bespreken of ze een lening krijgen tegen Nederlands tarief. Maar dat bepalen we dan wel hier. Dan is dat een politieke keuze. En op het moment dat ze niet voldoen, voldoen ze niet. En zo simpel is het, voorzitter. En op het moment dat we daar allerlei grijze gebieden in gaan creëren en daarbij het CFT in de meedenkstand laten zetten, die ruimte is er wat de VVD betreft niet. En nu uw vraag? Wat ik daarvan vind. Ja, pas op. Ik zou even de meedenkstand, voorzitter. Ja. Allereerst, voor de goede orde, CAFT geeft een advies. En het is de Rijksministerraad die erover beslist. En ik kan daarover hier desgewenst verantwoording afleggen. Vervolgens is het zo dat als er een lening zou worden verstrekt, zoals dat nu aan Curaçao en Sint Maarten, het gebeurt al waarschijnlijk niet in de Nederlandse begroting. Maar dan, en dat is ook de reden waarom we daar niet op voorhand mee akkoord gaan, dan sta je natuurlijk garant voor die lening. En dat zou in het ergste geval kunnen betekenen dat als er iets dramatisch misloopt in zo'n land, dat dan Nederland met de problematiek blijft zitten. Dat is ook precies de reden waarom we niet zomaar zeggen van, goh, waarom pak je onze lage lening niet? Want dan neem je het risico over en dat willen we niet zonder dat het is afgedekt door financieel toezicht. En dat is wat we met het Witte Donderdagakkoord hebben gedaan. Ja, dan